Appel voor Hens, maar volgens mij was dat het niet. Leonardo. Goeie actie zeg. Schot in de korte hoek. Gepakt door Pasveer. Van der Linden de fout in. Leonardo rekende daar misschien op. Kan gaan scoren. Leonardo. Goeie redding van Pasveer. En de dank mag in eerste instantie uit naar de keeper. In de loop over Snijders heen. Perfect gegeven. Deze penalty en counter werd volledig mogelijk gemaakt door de uitworp van Pasveer. Goed paasje, Prupper. Eretreffer, zo kan je het amper noemen, maar misschien nog iets om een beetje met een positieve gedachte nog de bus in te kunnen stappen. Bal over Pasveer heen en daar is de kans en de redding nog. Rajkovic heeft de 6-1 op zijn hoofd, maar Pasveer is uitblinken. Sparv, goed strak ingespeeld. Bakuna, dan ligt er ruimte aan de rechterkant. Dat heeft hij natuurlijk wel gezien. Ene Voltsen, drie man voor het doel. Voorzet gaat naar Bakuna, mooie bal! Maar Pasveer is in vorm en redt. Goed gespeeld. Bakuna met de paas loopt dan zelf door en staat helemaal vrij. Ja, met dit schot is niet zo heel veel mis, maar ook gewoon een goede reflex van de keeper. En de sterkte van FC Twente is natuurlijk ook niet van vandaag of gisteren. Vorig seizoen verloor Twente ook maar één thuiswedstrijd. Dat gebeurde toen tegen AZ. Rosales, goede bal, De Jong en Pasveer. Pasveer blijft staan, dat is hem weer in de handen van de doelman. Wat is dat toch met de keeper en Luc De Jong? Levert hij bij Rosales. Overtoom even, Willem Jansen, niet aangepakt. Willem Jansen en dan is daar Pasveer. Beste redding van de avond. Chatli. 3-2, nee, weer tegen Pasveer op. Dat is ook niet voor het eerst vanavond. Dat die bal recht tegen de keeper wordt aangeschoten. John. En Pasveer. En weer een vrije man, Wisgrof. En Pasveer. En dat moet hem zijn. Dat moet de winnende vangbal zijn in deze wedstrijd. Het is afgelopen.